Het ministerie van Onderwijs heeft vanmorgen een Memorandum of Understanding getekend met de Suriname Environmental and Mining Foundation. Deze MOU is voor de bouw van een scholencomplex in het district Borokopondo. Voorafgaande ondertekening is er een presentatie gehouden over wat het project zal inhouden, wat het zal kosten en hoe lang het project zal duren. Rabin Lala, hoofd juridische zaken van het ministerie, gaf een uiteenzetting wat er van het project verwacht kan worden. Volgens Alvin Finisi, architect die het project zal uitvoeren, is het voor het eerst en het eerste middelbare schoolcomplex in zijn soort dat in het district wordt opgezet. Zult u zien hoe de opbouw is en u gaat zien dat daar binnen ook voorzieningen zijn voor de opvang van verder studenten. Dus er is opvang voor studenten die daar kunnen wonen. Er zijn ook faciliteiten voor sportontwikkeling en ook recreatie. Ik zei al, er zijn verschillende onderdelen, schoolgebouw, studentenopvang, sporthal, dienstwoning, kantine. Dat is een verkulding van pakweg 914.000, zal ik even afronden, US. Doelstelling is om de gap die is ontstaan door de jaren heen voor kinderen uit het district om middelbaar onderwijs te volgen, te verkleinen. Dat is het hoofddoel. En het ministerie neemt op iets van 479 studenten uit het district en Rokokondo en Sipalé. Wat verwachten we als output? Nou, toename van toegang tot VOS-onderwijs. Ik weet niet wat die term nog wordt gebruikt, maar ik zeg middelbare school, ik weet niet hoe dat nu heet. Minister Henry Ory onderstreept dat dit project gekoesterd moet worden, omdat zaken op een heel positieve manier zijn gedaan. De bewindsman benadrukt dat zo'n project niet alleen het bouwen van scholen en faciliteiten is, maar dat het hele verhaal in een projectenplan vervaardigd moet worden. Er moeten goede besluiten worden genomen bij zo'n project, gaf de minister aan. Omdat we de toevoer van leerkrachten moeten organiseren, schoolbussen. We moeten met elkaar beslissen welke soort type scholen komen. Want als je VOS hebt, praat je over HAVO, VWO, IMEO, NATIN, of niet meer. En we gaan keuzes moeten maken. Daarom moeten wij de bouwrekening houden. En dan kijk ik naar de designer en ook de architect. Dat we weliswaar 14 lokalen. Maar we moeten ook kijken hoe de fundering is, want we gaan snel misschien naar boven moeten bouwen. Want kijkt u, 14 lokaal is een goede start. Maar als je werkelijk een NATIN wil hebben, een IMEO, en je wil HAVO en VWO, gaan we dat terrein moeten opstralen. En dat betekent de basis is goed, maar we moeten bij het ontwerp goed nadenken dat dat verdering moet. Zodat we de lucht ingaan of uitbreiden. Dat is 15 hectare, maar voor je denkt zit het volgebouwd met alle aspiraties die we hebben. Maar nogmaals, ik geef mee, we moeten over nadenken, want we gaan niet alleen het bouwproject alle aandacht geven, maar ook zorgen dat wanneer de school gaat beginnen, dat alles gaat beginnen in prison. Ory gaf verder aan dat er een bestuur in het leven geroepen zal worden om overzicht op het reilen en zeilen van het complex op zich te nemen. Het project heeft een kostenplaatje van bijna een miljoen Amerikaanse dollars. De startceremonie van dit project is gepland op vrijdag 18 oktober aanstaande en er wordt gemikt op een periode van een jaar om het project af te ronden voor het schooljaar 2025.